Die problemen, dat zijn natuurlijk de slechte staat van het wegdek met verzakte betonplaten, verzakte betonstraatstenen. Er is dus ook heel veel lawaai hier en trillingen voor de buurt. Er is de onveiligheid natuurlijk. Er is natuurlijk ook een groot gebrek aan goede fietspaden en voetpaden. Er zijn zelfs geen fietspaden en voetpaden op het Tranoisplein. Dat is toch wel echt wel een rood punt in de fietsbarometer voor ons.